Oh shit. Oh. Toen lagen we dizzy op de grond. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Call of Duty 4 Modern Warfare hier op Dutch Casual 180. Mijn naam is Dominique. En vandaag gaan we weer beginnen met een nieuwe missie. En ja jongens, ik doe het deze keer even zonder facecam omdat de zon nu in mijn kamer schijnt. En ja, daar wordt de facecam ook niet beter op. En ik had ook geen zin om mijn gordijnen dicht te gaan doen. Want ja, het is nou pas net 8 uur 's avonds nu dat ik dit opneem. En ja, en het is nog mooi licht buiten. Dus ja, waarom zou ik nu al mijn gordijnen dicht gaan doen? Dus ja mensen, daarom deze keer weer even zonder facecam. En ja, laten we maar lekker gaan beginnen. The Sins of the Father. Nou, let's do this. En we beginnen met de sniper. Dus we mogen alweer gaan snipen in deze missie. Ja, ik wil erop klimmen. Ja. Oké, ik hou even maar aan. Mogen we? Ja, zeg dan wat. Bam. Die bitch. Goed zo. Even kijken. Daar is... Hoppala, dood. Even kijken. Nou, het is snel opgeruimd hier in ieder geval. Oh, granaat. Oh. Ah. Nou, Hoppala. Oh, ik dacht dat ik er bijna was. Niet dus. Nou, ik ben wel bijna door mijn minuutje heen. Dan pakken we eventjes onze handgun. I'm Tony Montana. Hoppala, dood allemaal. Zo. Die nemen we maar mee. 4 van de pieces of enemy intel found. Ja. Oké. Two hours later. Nou, dankjewel dat ik klaar ben. Bitch. Even kijken wat voor wapen hebben wij. Neem even zoiets mee. En de sniper. Daar komen ze hoor. De hele stoet. En ze zien ons nu wel staan, maar we zijn nu in hun uniform verkleed. Dus ze denken dat wij, ze denken nu dat wij bij hun horen. En deze gozer in die auto moeten we dus hebben. VZKF. Ja. Stand by, bitch. Die, bitches. Sir,
Oh, oh shit. Oh. Toen lagen we Dizzy op de grond. En jou moeten we hebben, vuile vieze. Ja, nu loop je nog, dadelijk niet meer jongen. Dadelijk heb je een kogel door je kap. Vuile vieze. Smeerlap. Run forward, run. Hi. Huppla. Niet bij aanvallen. Oké. Okay. Ja. Dan gaan wij hier naartoe. Ah, wat jammer nou. Hoor jij bij ons? Alweer die teringhond? Hoor jullie nou bij ons of niet? Oké, okay, hou het wel bij mij. Gas. Hoppala, die bitches. Ja. We hebben daar ook geen last meer van. Zo, zo, zo. Uh-oh, uh-oh. Teletubbies. Uh-oh, Teletubbies. Zo, neem we ook maar mee, hop. Oh, mijn, en misschien even een andere wapen. Ja. Hoppala, dood. Ah, sorry gozer. Dat was niet de bedoeling. Hoppala. Schieten maar jongens. Ah, gaat best wel lekker, hè? Sala, sala, sala. Oh, even bij komen, anders ben ik de pijp uit. Ik weet niet meer hoe. Ik ga eens even wat kijken, jongens. Kijk hoe je een flesgranaat gooit. Texture settings, game options. En dat kan even niet gauw wat mijn controls zijn. Dan kan ik een flesgranaat bijvoorbeeld. Kan ik bijvoorbeeld een flesgranaat gooien, maar. Vind ik wel leuk om die televisie kapot te schieten. Hoppala. Zo, het is een beetje verbrand hier zo. Oh, 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 zo. Zo. Oh.
Holy, dit scheelde weinig. Een shotgun, dat vind ik wel mooi. Ik hou wel van shotguns, vind ik echt wel tof. Oké, dan weten we dat. Dan gaan we hier naar boven. Ja, doe maar. Dankjewel, gozer. Dankjewel. Bedankt voor die bloemen uit Holland. Even kijken. Nou, deze gasten horen bij ons. Dankjewel. Kijk, daar staat hij dan hoor. Drop je wapen, bitch. Drop het. Ah, hij heeft zijn eigen voor zijn kop geschoten volgens mij. Nou ja. Zijn we eindelijk van hem af? No. Ja, nou ja, hebben we toch weer een belangrijke gozer vermoord vandaag. Want anders... Hij heeft het uiteindelijk toch zelf gedaan, want hij heeft zijn eigen voor zijn kop geschoten natuurlijk. Oké. Nou, gaan we eventjes de Skutskin kijken voor de volgende missie en dan hou ik het hier weer bij, jongens, mensen. SHS, US, MC. En dan hebben we Act 2, dus hoofdstuk 2 hebben we helemaal uitgespeeld, dus dan gaan we nu naar, hoofdstuk 3. Dus we komen al dichter bij Imran, bij Khaled al-Assad. Alleen nog maar die gozer. Oké. Oké, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. En ja, tot de volgende keer zou ik zeggen. De mazzel.